En het autonieuws wordt deze week gebracht door niemand minder dan Jordi Snel. Jordi, goedemorgen. Goedemorgen. We nemen het belangrijkste autonieuws door. Al is er niet heel erg veel belangrijk. Het is echt wel een beetje komkommertijd, hoor. Ja, hè? Ook in Autoland. Ook in Autoland, ja. Er is wel wat nieuws als het gaat om nieuwe modellen. Maar die bespreken we eigenlijk nooit echt hier. Omdat je dan heel veel gedoe krijgt met dat je die merken meer voortrekt dan andere merken. Dus heel merkspecifiek doen we dat eigenlijk niet zoveel. Maar het is wel een beetje en dan blijft er weinig over. Stilte voor de storm, hè, met die nieuwe modellen en al die elektrische auto's. Volgens mij in het najaar komen nieuwe merken natuurlijk, die we het vorige week over gehad hebben. Maar er zijn veel meer nieuwe merken die voornamelijk in het najaar komen. Ja. Zijn die dan wel een beetje op een normale tijd leverbaar? Want Alles is april, mei volgend jaar volgens mij. Ja, precies. Nee, maar dat is op zich al best wel. Dat is 3/4 jaar. Nou, dat hebben we natuurlijk wel veel slechter gehad. Dat noem je al snel. Dat is inmiddels al wel redelijk snel, ja. Nee, maar je ziet wel dat heel veel fabrikanten, waar wij bij BCA natuurlijk ook veel mee spreken, die zeggen, joh, in het najaar verwachten we wel dat het weer iets normaliseert. Dat alles weer een beetje normaal wordt. Volkswagen heeft al aangegeven in het najaar een hoop auto's uit te zullen gaan leveren in Nederland. Dus er zit wel een normaal is dan van de tunnel. 3-4 maanden levertijd. Dat is wat normaal is toch? Ja, ook vroeger waar we natuurlijk met de hele branche heen gaan, is voorheen dat we altijd bouwden op voorraad. Dus er werd stok gebouwd en er werd er uit stok verkocht eigenlijk min of meer. En als mensen iets heel aparts willen, dan werd het build to order. Ja. Maar tegenwoordig zie je eigenlijk dat alles build to order is. Dus dan is 3 maanden eigenlijk wel. Waarom is dat eigenlijk? Want het is op zich toch ook wel een voordeel als je als merk natuurlijk heel veel op voorraad hebt. Dan heb je wel meer kans dat je nu alles kwijtraakt. Want doen die dealers dat al niet? Dat ze van bijvoorbeeld al veel inkopen? Tuurlijk, dealers kunnen natuurlijk. Je gaat natuurlijk straks naar het agenturenmodel, waar dat helemaal verandert. Waar een dealer geen eigen voorraad nieuw meer heeft. Maar goed, nu zie je natuurlijk wel dat als je een slimme dealer bent, dat jij bepaalde modellen op voorraad neemt. Ja. Dat jij inspeelt op. Ja. Zeker elektrische auto's. Ja, kijk, kennis van mij die wilde een tijdje geleden een Land Cruiser kopen, een Toyota. Nou, in Nederland niemand zo'n ding op voorraad. Maar het is één dealer. Die is gewoon een hele rit van die dingen staan. Ja. En dat is zijn unique selling point. Hè, dat als je bij hem komt, dat hij al zijn dingen op voorraad heeft. Ja. Ja. En dat zijn, dus zijn wel dealers die dat doen. Je krijgt natuurlijk steeds vaker dat auto's eigenlijk dat er maar één versie is van zo'n auto. Neem een Tesla bijvoorbeeld, dat heeft alles. Ja. Of daar waren natuurlijk de Japanse merken altijd heel goed in. Hè? Een merk als Mazda bijvoorbeeld, die had gewoon, 3 uitvoeringen. Daar kon je geen opties bestellen. Je had dan de LX, de GLX en dan nog. En klaar. Ja. En die werden op een boot gedouwd. Die kwamen naar Europa. En dan hadden ze de tijd dat het ding op die boot stond, hadden ze de tijd om die auto's te verkopen. En doordat je veel minder keus had in allerlei opties specs en opties, past die auto eigenlijk altijd. En met name Europese merken. Hè? Mercedes is er heel sterk in. Volkswagen, BMW. BMW vooral. Ja, BMW die heeft een pak met 40 pagina's met alleen maar opties die je bij kan bestellen. Ja. Ja. Dan wordt het natuurlijk heel lastig om auto's op voorraad te zetten. Want dan heb je nooit de auto die de klant wil. Nee. Dat je zoveel keuze hebt. Die komen nu wel een beetje van de koude kermis thuis. Ja. Omdat mensen nu in het algemeen weten van als je opties gaat bestellen, vergeet het maar. Want ze gaan toch bellen over een week of wat. Het kan toch niet. Klopt. Weet je. Ja, Mini is er de laatste tijd heel sterk in. Hè, die heel veel klanten heeft gebeld om te zeggen, joh, ja, we gaan het niet leveren. Of je krijgt hem zonder dit en zonder dat en zonder zus en zonder. We kunnen hem wel leveren, maar dan wordt het een compleet andere auto. Heb je eigenlijk alleen 4 banden en een stuur. Hè? Daar komt En in de demo-handel dan? Want vroeger was het ook lucratief om demo's te kopen. Dat is natuurlijk mijn handel, hè, waar ik heel veel in zit. En dat wordt steeds lastiger. Wat wij nu doen is dat wij gewoon nieuwe auto's voorbestellen. En dat wij zeg maar het risico op ons nemen. En die auto's inzetten als demo om ze jong gebruik te maken. Mm-hmm. Dat jong gebruikt kopen bij dealers, ja, die zetten eigenlijk niks meer op voorraad. Nee. Die kunnen alles verkopen. Een soort roofgoed is dat geworden, hoor ik laatst van een dealer. Ja. Kan ze zo mijn vinger maar op te steken en dan komen er 10 op af. Nee, het is gewoon een hele rare markt door corona, chipcrisis. En er zijn ook wel heel veel mensen die daar, heel veel dealerorganisaties, maar ook importeurs die daarvan geleerd hebben. En die gezegd hebben, joh, dat build to order, dat is eigenlijk veel lucratiever. Ja. Je blijft niet met restpartijen auto's zitten, overstok zitten, die je dan van een oud model die je moet dumpen. Nee. Hoe zit het met die 30 kilometer zones? Want dat vind ik vervelende zones, als ik heel eerlijk ben. Ja. Bijna niemand houdt zich er ook aan. Nee, ik dat zo het is nu zo dat binnen de bouwde kom mag je 50. Ja. En als je als, vind ik als, ook al zacht hoor, moet ik zeggen. Ja. Ja. Nou, en de wegbeheerder, dus vaak de gemeente binnen de bouwde kom, die moet aantonen dat het onveilig is en dat de weginrichting zodanig is dat het 30 kilometer zone moet zijn. Ja. Nou. Dat is prima dat ze hier veel gebeuren. Zeggen, richt het even anders in, zodat iedereen weer 50 kan rijden. Kan ook. Ja. Maar de veiligheid in Nederland die zegt, joh, laten we nou omdraaien. Laat 30 de norm zijn. Waarbij je dus niet moet aantonen dat je van 50 naar 30 terug wil, omdat de weg daarop ingericht is. Maar andersom, je mag overal 30. En als jij kunt aantonen dat het veilig is om 50 te gaan rijden, dan mag het een 50 kilometer zone worden. Hoe toon je dat aan dan?
Ja, er zal wel allerlei regels voor zijn. Zetten ze even zo'n meetpaal, zetten ze een tijdje in de wijk. Ja. Of van die dubbele stripjes op de weg. Weet nee, wat ik wel weet, met 30 kilometer zones, wat je dan moet doen, is bijvoorbeeld de weg op die smaller laten lijken. Je moet daar bepaalde obstakels in zetten, waardoor mensen 30 gaan rijden. Hmm. Er zal ook richtlijnen zijn die andersom zijn, waardoor je 50 kunt rijden. En wat nou ja, Veiligheid in Nederland zegt, is joh, de kans, de overlevingskans voor een voetganger bij een botsing met een auto, is 95% op een 30 kilometer weg. En 85% op een 50 kilometer weg. Dus ja, er zit 10% verschil in overlevingskans. Nou ja, plus dat ze gewoon zeggen, joh, het is nou ja, komt u weer natuurlijk, hè, goed voor het milieu, hè, als we 30 gaan rijden met z'n allen. Kun je overigens twijfels over hebben, maar dat is wat natuurlijk opgevoerd wordt. Er zijn maar wordt. Weinig mensen, je zit zo over die 30, hè? Je hoeft maar een klein beetje gas te geven. Dat is echt niks. Nee. De fietsers haal je in. Maar wat ik wel grappig vind, hè? Ik rij in de Ford van de zaak. En die kan onder de 30, kun je de cruisetron niet eens instellen. Nee, dat klopt. Je zit vanaf 50. Dat doen we allemaal niet. Ja. Zit je er altijd een beetje boven. Zit je er altijd een beetje boven. Ja. Ja, alles is niet te doen. Ja, er is toch nog wat andere autonieuws ook. Want de ANWB die draait echt overuren. Dat komt natuurlijk omdat we weer op vakantie mogen. En het op Schiphol een zootje is. Dat mensen denken, nou dan gaan we met de auto. Dus meer verkeer, dus meer pechgevallen. Ja. Maar ik zie tegenwoordig nog maar zelden auto's met pech langs de kant van de weg staan. Nou, dat viel mij dus ook op. Maar een aantal pechmeldingen loopt volgens de ANWB de spuigaat uit. Ja. Want ze hadden 34% meer pechmeldingen uit het buitenland dan voor corona. Okay. Het is wel het buitenland. Misschien dat mensen spontaan op mensen een meter over de grens staan stilvallen. Maar ik hou mijn hart altijd vast. Als ik een keer met de auto naar het buitenland toe ga en ik denk van er gebeurt wat. Wie ga je dan bellen? Hoe snel komt er iets? En wat gebeurt er dan? Je hoort natuurlijk nu ook wel allemaal... Is dat sinds je BMW rijdt? Of is dat... Je hebt toch een SOS-knopje? Ja, ook. Maar dan nog, weet je wel. Je houdt toch een beetje je hart vast dat je denkt als je met kleine kinderen in de auto zit, ja, dat komt dat ik. Allemaal wel goed? Ik heb laatst misschien tegen jullie verteld dat ik voor de zaken ben ik natuurlijk vaak onderweg in het buitenland. Dat ik met die Ford... weg was en dan ging iets kapot. Ja. Ik geloof dat ik 8 Ford dealers gezien heb, want ze kregen het niet opgelost. Nou ja, dat soort dingen. Ik ben er echt klaar mee op een gegeven moment. Ja, bij zo'n pechcentrale, bij zo'n ADAC-center. Ja, dus meer mensen hebben dus last van. Want weet je, dat is natuurlijk allerlei andere problemen ook voor zo'n ANWB. Want wat de ANWB natuurlijk doet, is in principe proberen te fixen. Als het niet kan, nou ja, doen ze of een lokale garage waar ze hulp. Maar het liefste doen ze hem eigenlijk op transport zetten terug naar huis. Dat je hem gewoon in Nederland kunt maken. Ja. Krijg je vervangend vervoer. Prima voor elkaar. Maar dan ben je onderweg, hè? Je staat met je hele zand om elkaar. Sta je daar langs de snelweg op de periferiek in Frankrijk of wat dan ook met een Franse ANWB. Het mooie is dus, wat we het al eerder over gehad hebben, dat vervangend vervoer, huurauto's, dat het lastig was. Nou, de ANWB heeft zijn vloot met 20% verhoogd en die heeft nu 4400 exemplaren in het buitenland staan met een trekhaak. Om de caravan zo terug te brengen. Want die moet natuurlijk vaak kunnen trekken. Ja. Het is, hoe doen ze dan met elektrische auto's eigenlijk? Want die kun je natuurlijk niet trekken. Die worden dan gesleept of zo. Die worden transport. Dan op transport gezet. Ja, ja. Op de autoambulance. Slepen doen ze sowieso niet zoveel meer. Slepen doen ze sowieso niet zoveel meer. Nee, dat klopt. Het is gevaarlijk, hè? Het is ofwel meteen het maken. En wat ze wel eens willen doen is je van de als je op een gevaarlijke plek op de vluchtstrook staat. Ja. Dat je even snel mogelijk weg. Zo snel mogelijk wegslepen. Ja. Dat ze naar een parkeerhaven. Maar echt zeg maar naar een... Volgend garage brengen, flepen, dat doen ze niet zoveel meer. Nee, maar het is echt... goed, en wat het probleem een beetje is dat... Nou ja, dat de verwachting is dat mensen toch de laatste tijd wat minder geld in hun auto besteden. Mensen blijven wat langer met auto's doorrijden. Waardoor we toch wat oudere auto's onderweg zijn. Hè. We hebben in Nederland al een van de oudste wagenparken van Europa. Oh, ik dacht juist dat we vrij moderne, goed onderhouden auto's reden. Nee, dat is... We hebben een van de oudste wagenparken van Europa, ja. Hoe zit het eigenlijk... Vroeger hoorde je nog wel eens van die horrorverhalen, hè? Nou, ik werd geholpen door de ANWB, maar toen werd ik naar zo'n plaatselijke garage daartoe gebracht. Ja. Ik moest eerst 1000 euro betalen voordat ik überhaupt geholpen werd. Ja. Nou, en daarna kreeg ik me toch een rekening. Ik heb geen idee wat ik betaald heb. Nee, dat heb je zelden. Ik stond met mijn Ford in Italië. En in het eerste was succes. Ford krijgt er wel van langs. Ja, dat is hetzelfde verhaal. English. Hè? Dus het eerste wat ze zeggen is, we spreken geen Engels. Ja. Auto werd afgesleept en ik kwam boven en het moest €500 kosten. En welk merk was dat? Ford. En je hebt geen idee wat ze gedaan hebben. En toen zei ik, €500, wat ga je dan doen? Ja, dat kon hij niet uitleggen, want hij sprak geen Engels. Hij kon wel mij in het Engels vertellen dat het €500 was. Ja. Toen heb ik een Italiaanse collega gebeld. En die telefoon overhandigd aan die monteur. Ja. En dat werd in 2 minuten ging dat van 500 naar 3 tientjes. Ja. Maar ik kreeg geen bon. Ja. Ja.
Kijk, maar daar gaat het dus al mis. En door dat soort verhalen gaan we natuurlijk ook hun eigen maatregelen nemen. De ANWB natuurlijk veel ondersteunen. Maar weet je trouwens hoe het komt dat wij het oudste wagenpark zo'n beetje van de wereld bijna hebben? Nou, in ieder geval van Europa. Van Europa, ja. Omdat wij altijd heel erg netjes op tijd de beurtjes laten doen. Ja. En het gewoon goed onderhouden wordt altijd. En onze auto's hoeven in principe niet te presteren. Hè? We hoeven niet berg op, berg af. Precies, dat scheelt ook. Goed, maar vergeet niet dat wij ook de duurste auto's in Europa hebben. Hè? BPM is bij ons. Hè? We lopen al jaren te roepen dat het BPM dat gelijk moet getrokken worden in heel Europa. Ja. Als je naar netto prijzen kijkt. Zijn we het enige land wat, nou ja, Denemarken en Oostenrijk hebben ook een soort BPM. Ja, soort BPM. In Oostenrijk hebben ze bijvoorbeeld Nova. Maar dat zijn er veel kleinere bedragen. Ja. En in België heb je ook een soort van, daar heb je een ingebruiknamebelasting die je elke keer moet betalen. Maar dat zijn ook dat hele kleine bedragen. Euro's. Ja, dat lijkt allemaal wat eerlijker. En bij ons, dat maakt het ook bij ons een nieuwe auto ook gewoon heel duur is. Maar nou heb je bijvoorbeeld op elektrische auto's nog geen BPM. Als dat er ook nog eens een keer bovenop komt, dan worden we krijgen straks rekening rijden of betalen naar gebruik. Nee, dat gaat niet goed, daar geloof ik niks van. Nou ja, goed, maar goed. De gaat hier wel live op zender. Zolang ik geboren ben, sinds 1976 wordt er al over gesproken. Nou, kunnen we wel hier live op radio een wetje leggen erop. Nou, gaat niet gebeuren. Nee, gaat niet gebeuren? Nee. Voor? Een doos, een nieuwe doos chocola. Nieuwe doos chocola. Ja? Je durft wel, hè? Ja. Nee, ik kreeg gisteren op de snelweg. Oh. Ja. Ik zag zo'n busje rijden ook. En dan zie je van afstand al van, dat is wel wat ouder. Nou, en op een gegeven moment... Het is een wolk zeker. Hij reed op de A1 en dan komt hij onder dat aquaduct uit. Ja, en dan gaat hij de berg op. Ja. Nou echt, ik zag het hele aquaduct niet meer. Nee. Ik, mag dat gewoon? Maar die lucht ook die eruit komt. Ja, kijk, een auto diesellucht. Een auto krijgt ooit een diepgoedkeuring. Daarmee wordt het toegelaten op de Nederlandse weg. En zolang jij elk jaar aan de APK-verplichting doet, mag je blijven rijden. Ja. Maar er zit toch ook een roetmeting in en zo? In zo'n APK voor diesels? Voor oude auto's niet. Oh. Dat is zeker een vraag eraan. Wat toen gold. Ja. En dus dat moet je hebben. Ja, maar gewoon zo'n dikke rookwolk aan diesel uitstoten, dat mag. Is dus legaal ook. Ja, het is behalve als het gesjoemeld is, hè? Ja, precies. Kijk, behalve als het gesjoemeld is, maar het kan natuurlijk ook wel zijn dat er gewoon iets defect was. Hè. Dat kan ook. Hebben we het weer over Dieselgate nu? Dieselgate. Ja, het houdt niet op. Nee. Je ziet in de Verenigde Staten, er zijn natuurlijk sterren in het voeren van rechtszaken. Die heeft 3 jaar lang een diepgaand onderzoek gedaan. En Fiat heeft al een keer een hele hoop geld. Ik geloof dat ze honderden miljoenen dollars al een keer in 2019 kwijt waren. $300 miljoen, geloof ik, of zo. Ja, en nu nog een keer. Nog een keer. 300 miljoen door. En dat is €290 miljoen met de huidige koers. Vanwege fraude met emissiegegevens. Nou, en het hele dieselschummelschandaal, als je dat zegt, dan komt iedereen meteen bij Volkswagen uit. Hè. Dat, als je ook op internet zoekt naar... Ik zoek altijd afbeeldingen voor hier, voor de achtergrond. Als je zoekt op schummelsoftware afbeeldingen, kom je alleen maar foto's van Volkswagen tegen. Ja. Terwijl eigenlijk andere merken, net zo slecht of net zo... Het ligt een beetje aan hoe je het wil bekijken. Maar hetzelfde probleem hadden. En Fiat Chrysler, natuurlijk ook groot in Amerika, die heeft hetzelfde probleem. En $300 miljoen. En het is nog niet klaar. Ja, wel, hè? Ik ben wel redelijk klaar. Goed. Volgende week moeten we weer, hè? Ja, dat is waar. Ja. Nou, dan houden we nog even wat een beetje nieuws over volgende week. Oh, je hebt nu al nieuws voor volgende week? Ik heb nu heel spannend nieuws, maar dat vertel ik dan volgende week. Volgende week over Dieselgate gaan hebben? Nee, ik heb nog leuker nieuws. Oh, dat is dan wel oud nieuws, als je nu al weet. Nou, dat komt eraan. Ik heb voorkennis.